Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki blikt tevreden terug op klimaattop, IDBG keurt $450 miljoen voor landenstrategie met Suriname goed, bestuur Suriname Business Forum geïnstalleerd. Minister Ramdin geeft kandidaat-ambassadeurs richtlijnen voor uitdragend regeringsbeleid. En ministerie van Openbare Werken treft maatregelen ter voorkoming COVID-19 besmettingen. President Chandrika Prasad Santokki is op 4 november 2021 in Suriname teruggekeerd na ons land vertegenwoordigd te hebben tijdens de 26e klimaattop in Glasgow, Schotland. Tijdens deze bijeenkomst heeft het staatshoofd Surinames standpunt kenbaar gemaakt met betrekking tot klimaatverandering. In Glasgow is er ook een succesvol onderhoud geweest met IMF-topvrouw Kristalina Georgieva. Na aankomst op de luchthaven vond het protocol van overdracht met waarnemend president Ronnie Brunswick plaats en hierna ging president Santokki kort in op hetgeen tijdens de klimaattop is besproken. Vervuilers. Ik heb maar één toon gehoord. We hebben in ieder geval datgene wat overeengekomen was in Parijs, dat niet uitgevoerd. En dat we hier niet weer zijn om dat te gaan herhalen. We zijn nu hier om duidelijk aan te geven dat het anders moet. Eén wereldleider, en dat is de gastheer zelf geweest, de premier van Engeland. Die heeft het ook gezegd. De tijd van blabla is voorbij. Dus ik geef even aan dat zij ook die erkenning uitgesproken hebben. Dat er onvoldoende gedaan is in de wereld. We hebben het scherper gesteld. Omdat wij alleen hier kijken in Suriname. En bij ongewild, laat me dat hier duidelijk aangeven. Bij ongewijzig beleid, zoals het tot en met vandaag is gegaan. Bij ongewijzig beleid gaat die temperatuur in de wereld tot 2050 stijgen met 5 graden. Voor Suriname zal dat betekenen 3 graden. Dat wil zeggen heel noorden van Paramaribo, misschien tot Saramaca-kanaal. Zal onder water zijn, niet 1 centimeter, 1 tot 2 meter. Dat is het. En dat gaat met zoveel landen gebeuren. Ze gaan verdwijnen. Caribische eilanden zullen verdwijnen. Dus dat is het gevaar wat wij nog onvoldoende beseffen. En wij moeten zo snel mogelijk werken met die bewustwording. Er mag geen attitude zijn van, ja maar Mino, dit toch. Nee, we moeten zorgen dat die volgende generatie beschermd wordt. Dat is onze plicht. Dat is wat die boodschap die we daar gegeven hebben. De jongeren, de jeugd, die kijkt waar die leiders voor hun gaan beslissen. Want zelf kunnen ze niet beslissen. En die leiders moeten beslissen dat het onze aarde nog veilig zal zijn. Dat we de temperatuurstijging terug gaan brengen. Dat er moderne technologie komt. Dat die groene economie komt, dat de diversificatie van energiesoorten komt. Dat is de richting die moet opgaan, maar tegelijkertijd moet ervoor zorg dragen dat die gebieden die bedreigd worden, ook beschermd gaan worden. Maar zorg dragen ook dat het weinige bos wat nog over is, goed beschermd wordt, goed beheerd wordt en dat daarvoor financiële middelen ook ter beschikking gesteld gaan worden. En uiteraard hebben we ook bilaterale gesprekken gevoerd met organisaties. Op het gebied van carbon credits. Dat is namelijk hoe je je bos gaat kapitaliseren. En dat op basis van normen die ontwikkeld zijn. Namelijk wij uit ons bos kunnen verdienen. Door een green bond uit te geven. Aan de andere kant ook dat er compensatie mogelijk zijn.
vanuit de wereld, uit de fondsen die naar vrij gaan komen, dat we ons bos duurzaam gaan beschermen. Maar ook tegelijk niet dat we niet mogen kappen. Kap 1, maar plant 2. Dat je constant blijft planten, dat er zuurstofgarantie is, maar tegelijkertijd dat we op basis daarvan onze economie gaan versterken. Het mag niet zo zijn dat we als land behoren tot een ontwikkelingsland, dat we zitten met een financiële crisis en rijkdommen hebben, zoals we bos en rijkdommen hebben, zoals oil en gas, waarmee we in feite ook een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelende wereld, maar dat we arm blijven en dat we op front mogelijkheden zoeken om uit deze twee rijkdommen kapitaal te genereren. En die gesprekken zijn ook gevoerd. De nieuwe landenstrategie tussen Suriname en de Inter-American Development Bank Group, IDBG, is op woensdag 3 november goedgekeurd door de Raad van Bestuur van deze organisatie. Dit document vormt de grondslag voor de samenwerking tussen de IDBG en Suriname voor de periode 2021-2025. In het document wordt aangegeven dat de strategische samenwerking gericht is op onder andere het herstel van de macro-economische duurzaamheid, het bevorderen van het concurrentievermogen van de particuliere sector en de verbeteringen van basisdiensten en sociale vangnetten. De IDBG stelt voor de gehele strategieperiode 450 miljoen ter beschikking, hetgeen neerkomt op gemiddeld $90 miljoen aan gegarandeerde leningen per jaar. Het gaat hierbij om middelen die losstaan van een eventuele samenwerking met het IMF. De strategie is unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 48 IDBG-lidlanden. De Raad van Bestuur en het IDBG-management hebben vertrouwen in de geformuleerde prioriteitsgebieden en hebben alle ondersteuning aangeboden om de strategie 2021-2025 samen met Suriname te realiseren. De regering van Suriname is blij met de goedkeuring van de nieuwe strategie en gelooft dat de uitvoering hiervan een duurzame impact zal hebben op de verdere ontwikkeling van ons land. De samenwerking met de IDBG wordt hiermee ook positief gecontinueerd. In het gebouw van het ministerie van Financiën en Planning heeft op vrijdag 5 november de installatie van het bestuur van het Suriname Business Forum plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid werden de leden door zowel president Chandrika Prasad Santokhi als minister Saskia Walden van Economische Zaken toegesproken. Het Suriname Business Forum is een platform voor dialoog ten behoeve van de publiek-private sector met vertegenwoordigers van de overheid, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Kijkt u mee. Het bestuur is nu vandaag formeel weer geïnstalleerd als voor een nieuwe periode. En de periode loopt voor 3 jaar, hoor. Dus gewoon staat zo in die wet. En er moet dus nu een dagelijks bestuur gekozen worden. Het dagelijks bestuur is bij wet het bestuur van de Suriname Business Development Center. Dat is eigenlijk juist een bijzondere focusgebied voor nu. Eigenlijk is in het kader van het local content, waar het eigenlijk zo vaak om geroepen wordt, de president heeft ook daarnaar gerefereerd. In dat kader is dus eigenlijk extra aandacht voor Business Development Center, SBC kort genoemd. Eigenlijk staat het formeel als Suriname Business Development Center. En zoals de naam het zelf al aangeeft, is eigenlijk de bedoeling dat je dus die business ontwikkeling eigenlijk op een hoger niveau steeds blijft tillen. En dus we kunnen nog niet zeggen dat dat de primaire focus wordt. Ik voel wel aan dat dat de richting is. Maar nogmaals, dat moet allemaal in bestuursverband besproken worden. En natuurlijk komen er ook inzichten vanuit de regering zelf. We zitten dus in principe, internationaal zitten we heel erg laag. We zitten erg,
ergens op de 163ste plaats van iets van 204 landen. En dat betekent dat we heel slecht aan toe zijn. Laat me gelijk daaraan toevoegen dat als we dus niet extra sprongen maken, we niet makkelijk gaan schuiven, want andere landen zijn ook bezig hun business climate te verbeteren. Je moet je voorstellen als Guyana iets doet en in feite een stapje stijgt, dan kunnen we niet hoger stijgen dan Guyana is gestegen, als voorbeeld dan. Hè? Omdat je dus een paar meer dingen moet doen om eigenlijk de stap verder te maken. Dus naar gelang andere bedrijven omhoog schuiven, schuif jij omlaag, kun je bijna zeggen. En we hebben dus daar een grote uitdaging in. Ik denk dat als de gemoederen inderdaad wel echt ontsluiten, het is eigenlijk private sector, compleet bij elkaar komt en de overheid ook eenduidig is in het beleid. En die twee partijen dan, private en public, aan tafel gaan, dat we er wel komen. Ik zie in feite die hele development center als het instituut dat in feite wel kan helpen die business climate te doen verbeteren. Maar het is niet daar alleen dat het kan, daar kun je die dialoog voeren, maar de uitvoering daarvan zit soms bij de overheid. Of vaak genoeg eigenlijk bij de overheid. Er zijn bijvoorbeeld in het verleden zijn er wetten geïdentificeerd welke de overheid zou moeten aanpassen. Een paar zijn aangepakt. Van de 200 zoveel die zijn geïdentificeerd, zijn iets van 11 aangepakt. Het is te weinig. En als je dus al 100 had gedaan, waarom misschien nu op 150ste plaats op de business ranking? En om een indicatie te geven, hè, want je kijkt, een paar dingen moet je doen. En voor bepaalde dingen groeien al fors omhoog op de Doing Business Ranking. Mijn mensen, leden, ik denk dat het duidelijk is dat we met de installatie vandaag en de toespraken we u een enorme taak geven om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Dat u zo snel mogelijk bij elkaar komt om de taken en functies goed met elkaar af te stemmen, de werkgroepen gaat installeren, de activiteiten gaat identificeren en verdelen en aan de slag gaat. En ons als regerende minister regelmatig verslag doet. En als er zaken zijn die op het niveau van de regering verder aangepakt moeten worden, dan kijken we uit ook naar die voorstellen. En natuurlijk willen wij als regering in goed overleg zijn. Surinaamse diplomaten dienen het land en zijn ondersteunend naar het nationale beleid. Tevens staan zij in het verlengde van de ontwikkelingspolitiek van het land. Deze richtlijnen gaf minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op vrijdag 5 november aan kandidaat-ambassadeurs. De diplomaten in spe zijn momenteel bezig aan hun opleiding bij het Surinaams Diplomateninstituut. U hoort minister Ramdin. Er zijn specifieke opdrachten voor bepaalde beoogde chef de postes. Op dit moment bent u kandidaat, u bent nog geen benoemde diplomaat, laat me dat duidelijk ook zeggen. Uw papierwerk wordt in orde gemaakt, maar het moment komt wanneer u beëdigd gaat worden door de president. Pas dan geldt het dat u rang en titel heeft. Maar al die zaken gaan doorkomen in de verschillende discussies. Nu ten aanzien van het buitenlands beleid. Ik heb eigenlijk al een voorschot gegeven. We dienen het land. Dit ministerie is geen productieministerie in de zin van een natuurlijke hulpbronnen of een landbouw of EZ die de lokale productie moet stimuleren. Wij zijn een support institution. We zijn een ondersteuning naar het nationale beleid. We staan in het verlengde van de ontwikkelingspolitiek van het land. Onze buitenlandse politiek is daarom ook vrij goed aligned met de ontwikkelingspolitiek. En in dat opzicht, we zullen daar verder over praten in de verschillende discussies, maar in dat opzicht is één ding maar belangrijk en dat is het Surinaamse belang. Het Surinaamse belang staat centraal in onze buitenlandse politiek. Het is het speerpunt, enige speerpunt. Uiteraard, het wordt omringd of ondersteund door een bepaalde
wijze van buitenlands beleid, van diplomatie. En dat heeft te maken met internationaal geaccepteerde principes die dit moeten voeden. En dat is een democratie, een democratisch bestuur, het democratisch bestel is belangrijk, daarbij horen de staatsinstituten die er zijn, om van goed bestuur te kunnen praten. De kwestie van een onafhankelijke rechtelijke macht, een sterke, ook onafhankelijke openbaar ministerie. Maar dat zijn de garanties die je kunt bieden aan investeerders of aan bilaterale relaties, dat Suriname een rechtsstaat is en de rechtsstatelijke principes ook onderschrijft. Dat is het tweede. Derde is mensenrechten en politieke rechten die we niet alleen willen onderstrepen, accepteren, maar ook willen versterken. En daarvoor zullen ook instituten worden opgezet. Maar het is belangrijk dat we dat nadrukkelijk presenteren, omdat je dan pas wordt gezien als een land dat in de rij der naties als een, volgens dat norm, volgens zo'n norm functioneert. En zo kan ik doorgaan met een aantal specifieke onderliggende elementen van onze buitenlandse politiek. Maar dat gaat belangrijk zijn voor u om te presenteren. Want het land presenteren als een rechtsstaat, als een democratie, als een land waar vrede, veiligheid, hoge mate van tolerantie geldend zijn, norm zijn, dat gaat uw werk veel makkelijker maken, want dan wil men wel met u praten. Als er allemaal zaken hier zijn die niet door de beugel kunnen, bijvoorbeeld als een rechtszaak van een, noem maar wat, een multinational op een andere manier wordt beoordeeld, dan zullen andere multinationals daar vraagtekens bij plaatsen. Dus men wil een onafhankelijke rechtspraak hebben. Dat geldt zeker voor investeerders. Dus als u dat kunt garanderen, voor zover dat mogelijk, dan is er een betere gesprekspartner. In haar streven besmettingen met het COVID-19-virus tegen te gaan, acht het ministerie van Openbare Werken het noodzakelijk om maatregelen te treffen ter bescherming van haar personeel en het publiek. Dit houdt in dat per 1 december 2021, simultaan met de reeds getroffen interne maatregelen voor het personeel, bezoekers zich dienen te houden aan de nieuwe maatregelen. Toelating tot het gebouw zal slechts geschieden op vertoon van de vaccinatiekaart, welke bezoekers aan de wacht moeten tonen. Bezoekers die niet gevaccineerd zijn, hebben een beperkte toegang tot de kassa, financiën, de burgerinformatieunit of de intakebalie voor vergunningsaanvragen. Er mogen maximaal 5 bezoekers per keer toegelaten worden. Dit zal middels een nummersysteem gemonitord worden. Het publiek wordt gevraagd zich te houden aan de instructies van de wacht, die er streng op zal toezien dat de temperatuur wordt gemeten en handen worden ontsmet. Op een ieder wordt het beroep gedaan om altijd de Mohana-maatregelen in acht te nemen. Dit was het dan voor wat betreft deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Een goed weekend. Goedenavond.